Rotterdam, 31 maart 1943. We hoorden de vliegtuigen van de Luftwaffe over het centrum van Rotterdam vliegen. Niet veel later werd het geluid van gierende vliegtuigen gevolgd door harde explosies. Het waren de meest angstige momenten uit mijn leven. Met vader en moeder en mijn zus zaten wij in onze kelder. Minuten leken uren te duren. De geluiden van toen zijn 77 jaar later als een litteken in mijn geheugen gegrift. In 1980 ben ik verhuisd naar de Biesbos. Hier midden in de natuur heb ik mijn rust kunnen vinden. Ik luister hier graag naar de krekels en de vogels.